ben niet de man om mensen dingen te doen verplichten, maar hier vind ik het gewoon over veiligheid. Door de jaren heen zijn de technologieën om onze veiligheid te verhogen verbeterd, maar ze bewijzen pas hun nut wanneer het fout loopt. Ik heb aan de lijve ondervonden hoe belangrijk beschermende kledij en dit hier is, want zij hebben mijn leven gered. Maar hoe zit het nu met de fietshelmen? Ik ben heel benieuwd hoe ze getest worden en welke impact ze moeten kunnen vertragen. En daarvoor ben ik hier bij Laser. Laser maakt en verkoopt fietshelmen en jullie doen uiteraard testen. Maar jullie kunnen met die testen ook aantonen wat het effect is van wel of niet de helm dragen. Klopt, en dat gaan we hier nu ook doen. Dus we hebben hier een valtest staan. We gaan het hoofd eens laten vallen van een heel kleine hoogte. Nog niet vergelijkbaar wat dat mensen traag fietsen vinden, tussen de 15 à 20 km per uur. En dat gaan we eens laten vallen zonder fietshelm. Wat was het effect? Nu zien we dat we ongeveer 400 g krijgen. Dat wil zeggen dat je 400 keer het gewicht van je hoofd hebt ervaren als je zo naar beneden valt. Dat is niet niks. Dat is inderdaad redelijk veel. Ja. En nu gaan we hetzelfde keer doen met een helm, maar van de hoogte van 15 km à 20 km per uur. We hebben daar net de test gedaan aan 3 km per uur zonder helm en we zaten aan 400 g impact. En nu? Nu hebben we eigenlijk dezelfde test uitgevoerd met een fietshelm aan een snelheid van ongeveer 20 km per uur. En we zien dat we een G-kracht krijgen van 200 G. Dus we hebben eigenlijk onze G-kracht gehalveerd, terwijl dat onze snelheid gigantisch veel naar boven gegaan is. Dat is indrukwekkend. Dat is heel indrukwekkend. En dat wil ook zeggen in reële situaties dat we nu eigenlijk het risico op letsels eigenlijk bijna hebben uitgesloten of hebben geminimaliseerd. Waaraan moet een goede fietshelm voldoen? Eerst en vooral kijken dat die fietshelm goed past. Als dat in orde is, kan je binnenin de helm kijken naar de stickers. Als je dan ziet dat er een CE-markering staat en er staat een verwijzing naar de E1078, dan zit je eigenlijk goed. Als je dan gaat fietsen met een speedpedal of een e-bike, is het heel interessant om te kijken naar de NTA 8776. Die helmen zijn ontworpen voor een hogere snelheid en die bieden meer bescherming ten opzichte van de slaap en de achterkant van het hoofd. Enkele maanden geleden werd Vlaanderen wakker geschud toen een bekende Vlaming misschien wel zijn leven te danken had aan het dragen van een helm. Dit daar ligt... Hier is hem. Kijk, dat lijkt op het eerste zicht niet zo'n grote beschadiging, maar de fietsenmaker heeft al gezegd, je mocht je niet meer gebruiken. Maar als je weet dat ik hier opgevallen ben als eerste en dan 15 minuten bewusteloos ben geweest, moet je niet vragen wat de impact was. Ik deed die een oproep en ik moest overlast terug naar het ziekenhuis. En die, zowel de verpleegkundigen als de dokters kwamen echt mij bedanken omdat ik er iets over gezegd had. Omdat die zei, ja, kom hier eens op de spoedafdeling een dag meedragen. Heel veel van de hoofdletsels zijn fietsers die vallen. Hè. Om te weten wat de gevolgen zijn van het niet dragen van een helm, zijn we hier in het UZ Leuven. Bart, komen er dikwijls fietsongevallen binnen? Die zitten er altijd tussen. Hè. Ik denk dat ongeveer 10 tot 20% van onze hersentrauma's fietsongevallen zijn. We zien eigenlijk over de jaren meer en meer recreatieve ongevallen. En zeker ook bij ouderen, wat op zich betekent dat ouderen meer actief zijn. Dat is een goede zaak. Maar goed, het is niet helemaal onmogelijk dat men ten val komt. Ja. En wat kunnen zowel de verwondingen zijn? Dat is heel variabel. Dat kan gaan van lichte hersentrauma's tot heel ernstige trauma's, waarbij we chirurgisch moeten ingrijpen om te vermijden dat de persoon overlijdt. Dat was bijvoorbeeld een fietsongeval waar dringende chirurgie nodig was. Maar ook nadien dan in de nasleep blijven die mensen na een ernstig, maar ook soms na een licht hersentrauma met jarenlange beperkingen kampen. Ja, en hoe gebeuren dan die ongevallen? Dat is interessant. We weten uit onderzoek bijvoorbeeld van woon-werkverkeer dat dat niet altijd een botsing met een ander voertuig of met een andere fietser is, maar heel dikwijls ook gewoon een enkelvoudige fietser die ten val komt op een rechtstuk weg. Ja, oké, dus samengevat? Zelfs op veilige infrastructuur kan men ten val komen. En als je ten val komt, kan je maar beter hopen dat je een helm op je hoofd hebt. Want het is herhaaldelijk aangetoond dat de fietshelm de kans op ernstig hersentrauma en overlijden met meer dan 50% vermindert. Wel, een gewaarschuwd fietser is er twee waard. Je kan Kijk Uit ook volgen op deze sociale media.